Ja, die heb ik. Nou, Bom is dus altijd op weg met zijn camera en als hij er eentje ziet, dan mailt hij mij onmiddellijk. Maar hij heeft het druk, hij komt net van de parade af, hij heeft nu pauze en straks heb je weer een optredertje. 7:45, daarom geef ik jou graag even de microfoon, want Bom en ik werken al heel lang samen. En als Bom een fietstoertje door Den Haag aan het maken is, want dat doet hij in het dagelijks leven. En ik kom hem tegen, dan is het altijd een ongeschreven wet dat ik jou een halt toeroep. En dan begin ik spontaan over de Haagse ooievaar te vertellen. En dan denken de mensen in jouw groep.